En hoeveel ga je er vandaag goed maken? Minimaal 3. Minimaal 3? Minimaal 3. We zullen eens even zien. Ja. Hoeveel zijn er? 6. 5. We zijn 6. Jij zijn minimaal 6 opgaven. Minimaal 6 opgaven. Dat had in de reglementen. Ja. Oké, okay. Ja, in ieder geval 6. Dus. Ja. Dus je hebt in ieder geval 5 goed. Nou, we zullen eens even kijken. Hey, Mr. Computerland. Hij is tegenwoordig Paradigit overgenomen. Paradigit? Ja. Nee, ik had nog geen Computerland van de week. En leer je daar een programmeren bij Computerland? Nou ja, absoluut. Ja, nee? Anders houdt het. Hoeveel ga je de vlag goed hebben? Ja, samen moet toch wel eentje doen. Ja, lijkt me ook. Echt geen probleem. Hoor. Meestal zit er wel eentje bij die ook wel vuurlijk denk ik. Ja. We zullen zien. Vorig jaar die N+1. Hè? Oh ja. Ja, die was nog te doen. Ja. Zullen we eens even kijken of het jou ook lukt? Wat ga jij er vandaag van bakken? Wow, Indiana Jones. Ik heb mijn eigen opgave natuurlijk wel kunnen doen. Dus. Oh, en welke is dat? Geen idee, maar ja, jullie zitten er helemaal bij te stoken. Dus. Ja, er zit er eentje voor je bij, maar ik weet niet of je het leuk vindt. Ja, we kennen, hè? Ik ken jouw opgave er gewoon uit. Oké, okay, nou we zullen zien. Dan mogen we, daar mag je straks een voorspelling over doen. Ik heb ook een uur in de werkplaats gezeten. Ja. Is het al op tijd voor? Zwaar 9. Zwaar 10. Oh, ja, 13. Zwaar 11. Zwaar 12. Zwaar 13. Zwaar 14. Dat zou wij kunnen zijn. Zwaar 15. Wat is dit nu weer? Dit is een 9, dat is GP. Ja, wat is dat nou weer? Moet je even hier de opname maken van het belangrijkste knopje? Tada!
Wat ben je aan het doen, Anton? Ik probeer alle dingen op te tellen. Alle blauwe aan. Maar nu heb je me net gestoord in de optellen. Nu moet ik weer overnieuw beginnen. Dit is namelijk het aantal minuten dat wij dachten dat een bepaalde opgave voor het eerst zal worden opgelost. En in het blauw hebben we aangegeven hoeveel minuten we ernaast zaten. En ik probeer nu het totaal aantal minuten dat we ernaast zaten te bepalen. Zien wie het beste kan schatten. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Maar 8 goede opgave. 8 proberen mijn fout bij. Bij het halve wij. Die proberen 1 van de 8. Dames en heren, welkom bij de afsluiting van deze dag. Er is hard gewerkt, ontzettend veel ingestuurd. Toen wij vandaag een aantal zeer opmerkelijke dingen langs zagen komen, zei Timo, oh, het is misschien wel aardig om die even te laten zien. Hey Timo, daar maak je geen vrienden mee. Dus het plezier wat wij in de jurykamer hebben gehad, willen we graag met jullie delen. Bel van de prijsdagingsronde. Oké. Nou, laten we eens kijken voor de bril weer op. Nou ja, we beginnen natuurlijk eventjes met mensen die hebben geholpen om deze dag klaar te krijgen. En tot een succes te maken om die te bedanken. En als eerste gaat onze dank uit naar Piet. Tenminste, dat vind ik, dat vind ik geweldig. Maar daar had ik niet op gerekend. Dus misschien doen we daar op een ander moment voor. We hebben in een groepje van 5 mensen de opgaven bedacht. We hebben veel plezier aan gehad. En daarnaast zijn er nog 2 mensen die ook vandaag mee hebben geholpen in de technische sfeer. En ik wou ook eigenlijk de eerste even hebben. Anton en Harold Paas. Anton, hartelijk dank. En jullie hebben niet... Jullie hebben natuurlijk het plezier van de opgave gemist. Vandaar een cadeautje.
Philip, mijn teamgenoten in de jury. Ik heb voor jullie ook een cadeautje meegenomen. Als grote dank voor wat we dit jaar gedaan hebben. Het was bijzonder plezier. Maar even zoals het realistisch staat. Timo. Ah, ja. Oké, nou, hebben we dat gehad? We moesten kijken naar hoe het uiteindelijk uitgepakt is. Nou, jullie hebben het allemaal kunnen volgen. Tot aan 5 uur. Ja? En het is altijd leuk dat er dan na die tijd nog wat gebeurt. Nou, ook na 5 uur zijn er nog heel veel goede inzendingen binnengekomen. Dat was zeer verrassend om te zien. Nou, kijk, het wordt wel wat dunner. Ja, er komen wat meer fouten en wat minder. Maar al met al is het uitstekend verlopen, vind ik. En ik wou beginnen met de klasse licht. En laten we maar beginnen met de derde prijs. De derde prijs is voor het team Prozac. Met 2 correcte oplossingen. Mag ik? En maar geluk gewenst met een fantastische sterkte ermee. Ja, ze zegt ze kwamen van de week al een keer binnenlopen. Ik kan altijd uit. Tweede prijs uit de klasse licht is voor SWOT. Met 4 goede oplossingen. En nou, ik ben er zeer van onder de indruk in klasse licht. De eerste prijs met 6 goede oplossingen. Nou, dat blijft maar 1 keer Team X. Maar 6 goede oplossingen in deze klasse. Die beker mag je even vasthouden, die krijg ik zo meteen van je terug. Dan graveren we jullie namen erin en dan is ook de volgende serie van start. Oké, in de klasse zwaar. Een zware wedstrijd. En het is leuk om te zien dat er zoveel teams zijn met zoveel goede oplossingen. Dat gaat op een prettige manier naar huis, ook als je niet in de training bent. Denk ik. En het is tot het laatste moment spannend geweest. Ja, dat konden jullie niet zien, maar wij wel. Het was echt fantastisch om te zien hoe het dan voortdurend werd gewisseld in die top 3. Als je nagaat, dat, nou ja, onderaan in dit hele spectrum teams met 2 correcte oplossingen. Oké, we gaan straks pizza eten. Maar verder gaat het omhoog van 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh nee, het is leuk om te zien dat er zoveel dingen binnen zijn gekomen en dat het spel zo mooi breed. Op de derde plaats, en dat is denk ik het meest spannend voor die teams, op de derde plaats. Dat kan niet uitdrukken. Wie kan dat uitdrukken? Asu no Eu Kurobi? 9 Kurobi! Gelukkig wel. Oké. 9 goede oplossingen, dat is ontzettend goed. Maar 2 opgaven gemist. Ook 9 goede oplossingen. Het halve werk. Ja, en nou is het voor het team zelf weer duidelijk. Maar met 10 correcte oplossingen. Een formidabele prestatie. Hully!
Daarmee is de wedstrijd ten einde.